Hey daar YouTube en Facebook vrienden. Vandaag gaan we vissen op het Oosterhoorn en zoals je ziet laten sommige mensen wel eens wat liggen. Niet doen is niet netjes. Even de boel aandraaien, klaarzetten. Simpel, eenvoudig, maar voor mij effectief. Ik heb pinkies mee, ik heb maden mee, ik heb wat worms. De zon die breekt een beetje moeilijk door de wolken. Het is, ik denk, een graad of 17. Dat is behoorlijk afgekoeld. Het was de dag daarvoor was het 27 à 28 graden. Dus een behoorlijke omwenteling in het weer. Maar goed, in het begin ging ik vissen met twee maden op de haak. En ik had een voer bij me, een beetje experimenteel. Ik ben nog altijd zoekend. Ik heb wat vismeel er doorheen gedaan. En nou, ik had nog wat andere voer liggen, dus ik heb gewoon een mix gedaan. En ja, wonderbaarlijk genoeg ving ik daar ook nog vis mee. En ik denk dat het de eerste 2,5 uur ging het redelijk goed. En toen was het plotsklaps was het gewoon afgelopen. Ik kreeg geen beet meer. Ik dacht, wat is er nou aan de hand? Wat is er gebeurd? Er was geen scheepvaart of wat dan ook. Dus ik kon niet echt een reden bedenken. Maar goed, ik ben eigenwijs en ik ging gewoon stug door op die manier. En toen na een uur toen dacht ik van nee, dit gaat niet werken. Toen ben ik overgestapt op een worm met twee maden op de haak en een onderlijn van een meter. Ik had voordien had ik 45 centimeter. Dus ik had hem nu zeg maar verlengd. En toen had ik de vis er weer op. Ik denk dat ik na 4 of 5 minuten had ik alweer beet. Dus dat was een goede omschakeling. Ik voerde af en toe bij met wat levende pinkies. En dat hield het allemaal een beetje levendig, denk ik, op de bodem. En dat werkte dus. De molens die draaien behoorlijk hard. Zoals jullie weten, of misschien niet, Oosterhoorn dat ligt dan in een industriegebied ten zuidoosten van Delfzijl. En het is een vrij lange kanaal. Als daar gevist wordt, dan is het meestal in drie vakken. De A-vak, dat is voor de brug, en dan de B-vak, dat is dan zeg maar, dan rij je rechtdoor. En dan heb je het C-vak, dat is tegenover het B-vak, daarbij PPG en wat andere fabrieken. En voor mij, ik voel me toch meer op mijn gemak in het C-vak. En je hebt daar behoorlijk wat stenen. Dus je moet goed uitkijken hoe je daar je spullen neerzet, zeg maar. Maar goed, als je eenmaal zit, dan zit je. Knappe kerel hier. Dit is ongeveer het formaat van het vis, zeg maar, wat zo 700 à 800 gram. Maakt niet uit, ik was er toch tevreden mee. Dit was weer eens wat anders dan dat hele warme weer, dus ik heb er ook echt van genoten. Lekkere wind, vol op de kop. Dus
denk 4 stekken verder, daar zat Wim Uldersma. En ja, die wou het ook even proberen en die kwam later naar me toe. En hij vertelde dat hij een mooie dikke brasem had van 2,5 kilo. En nou ja, nog wat andere vis, zeg maar, van om en nabij de kilo. Dus hij had een goede dag, zei hij. En ja, bij mij ging het ook goed. Ik denk dat ik misschien bij elkaar 8 à 9 kilo had. Net gebruikt. Ik heb gewoon als ik het vis had geschept, dan onthaken en dan zo snel mogelijk weer het water in. Want ja, ik vind als je gewoon voor de plezier aan het vissen bent, dan is die leefnet toch wel overbodig. Nou, bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, houd het kanaal goed in de gaten, want er zullen binnenkort weer wat wedstrijden zijn en dan zal ik weer een verslag doen. Dus ja, tot de volgende keer.